I am bevallings ready. Oh. Whoa. Hello. Good morning. How are you? Koekoe. Ik ga vandaag logeren. Ja, er is iemand heel blij omdat ze gaat logeren. En ik vind het ook wel lekker, want wij gaan naar de bios. Naar een hele vette, vette film. Die ik heel graag nog even wil zien voordat ik echt niet meer de deur uit kan. Jeetje, wat zie ik er moe uit. Goedemorgen. Zo, nou, happy Friday jongens. Ik ben net even naar de Albert Heijn geweest. Ik heb slechte dingen en gezonde dingen gehaald. Onder andere deze. Zo zin in. Oh jongens, het is zo koud. Oh, oh. Ik heb ook nog eventjes een vest. Ja, gewoon even simpel. Bij de CNA, een vest. En een joggingbroek gekocht. Dus ik heb nog een nieuwe bevallings slash kraamperiode outfit erbij. En ik kan echt niet wachten om daar gewoon lekker de hele tijd in te gaan vertoeven. Heerlijk. Ik heb een pakketje ontvangen van Parfumado. Super lief. Het is om wat luchtjes uit te proberen. En ze hebben een concept. En dan kun je je luchtjes online per maand volgens mij bestellen. En dan heb je een soort luchtjesabonnement. En er zit ook nog een kortingscode bij. Disna15. Dan krijg je 15% korting. Oh ja, dit was de Flower Bomb van Victor & Rolf. Echt super lekker vind ik die. Het is toch echt geniaal dit pak. Maar ik ga nu even dat andere pak passen wat ik net gekocht heb. Die ziet ook top. I am bevallings ready. Yes, we are finally on the way naar Red Sparrow. Yeah. Dat is een film en het gaat over, nou het is sowieso een actrice die ik heel erg vet vind. Hoe heet zij? De Hunger Games. Van die ene van de Hunger Games. Ik ben niet zo goed met namen. En zij is dan zeg maar een soort van verleidster slash spion. Russische vrouwen die worden getraind. We vertellen het straks allemaal. En ik vind het heel erg leuk om nog heel even met Bartje op pad te zijn. Je patépas is bijna niet meer geldig ook. Nee, mijn patépas heb ik opgezegd. Die is vanaf volgende week niet meer geldig. Dus dit wordt echt voorlopig het laatste filmpje die we pakken. En denk ook wel de laatste keer dat ik echt überhaupt de deur uit moet. Verder de deur uit ga, ja. Red Sparrow. Ja, hij was heel erg vet. Alleen toch wel iets meer geweld nog dan ik had verwacht. Qua. Er zitten wel scènes in dat je niet veel mensen kunnen dan daarna blijven kijken hoor, denk ik. Ik heb ook lekker in mijn sjaal gezeten op die stukjes. Ik keek bijna weg. Mm-hmm. Nou, dat wil wat zeggen. Ja. Maar voor de rest, goede film. Goede actrice. Sowieso, deed me denken aan het kapsel wat ik heb gehad. Zo met zo'n pony. En mijn haar helemaal zo blond en recht. Zo had ik het toen ik jou leerde kennen, toch Bart? Was ook een sparrow toen. Toen was ik ook een sparrow. Misschien wel waar gebeurd? Ja, het is 8 uur. Bart is moe. We gaan naar huis. Nee, 5:08. Bedtijd. Op vrijdagavond. Oh schat, wat is er met ons gebeurd? Oh, geen idee. We zijn in ieder geval wazig. Dat sowieso. We gaan in ieder geval lekker naar huis. Sowieso wazig. En we moesten net nog heel hard lachen, want ik had cola gedronken. En dat ben ik niet echt gewend meer. Alles komt heel erg omhoog, zeg maar. Dus ongegeneerd. Ik heb het echt niet in de gaten gehad, maar in één keer kwam er echt een mega boer uit. Ze ging helemaal stuk. Dus ik denk, nou oké, dit kan gebeuren. Ja hoor, 5 minuten later. Nog een heel kleintje. Toen deed ik het en wel met later mijn was het nog weer echt een harder. En toen ging ze helemaal stuk. Nog steeds. Toen ging ze helemaal stuk. En toen begon ik weer stuk te gaan daarom. En toen ging ze, zij helemaal zo. Gelukkig zat het niet heel vol in de zaal. Hallo, good morning. Het is zaterdag vandaag. En ja, ik ben mijn schoenen aan het aandoen, want ik moet over een uur de deur uit. Dus ik dacht, ga ze maar van staan doen. Nee, niet een uur, maar echt serieus. Dit is echt op punt gekomen dat het echt niet makkelijk meer is om je schoenen aan te krijgen. Ten eerste zit je buik in de weg, dus als je zo naar voren gaat, dan voelt het een soort van niet goed. En ten tweede zijn mijn voeten zo opgezwollen dat ik ze er ook gewoon niet in krijg. En ik wil per se deze aan, omdat we met Jola gaan schaatsen!
ga niet schaatsen. Maar met deze schoenen kan ik denk ik wel eventjes op het ijs lopen. Het is natuurijs, jongens. Nou, het is jullie vast niet ontgaan. Maar je kunt zelfs op de grachten kun je schaatsen. Dus natuurlijk moeten wij er ook even op. Zo lang zijn de veters gewoon niet. Dit is te dik. Maar goed, een knoopje kan ook, dacht ik zo. Oeh, ik heb lekkere chocolaatjes gekregen van de kruidvat. Nu doen, kruidvat. Volgens mij is deze echt het lekkers. Oh nee, sea salt. Ik ben niet zo van sea salt. Dark en ginger, daar wel van. Ja, dark. Ik ben even broodjes aan het maken met sandwich spread. Dat is volgens mij echt zoiets wat sommige mensen echt lekker vinden en anderen echt heel veel ranzig. Bart haalt ze schaatsen even uit de stof. Wow. Gatter. Ja. Maar je hebt ze wel snel gevonden. Vet hoor. Bauer's. Bauer GTX. GTX, ben je dan sneller? Die jij niet gebruikt. Yes! 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 Wow! Het is wel heel stoer ook. Hè? Wow! Oh nee! Het gaat eraf. Ja, maar wat wil je na al die jaren? Ja, schaatsen. En het lag ook nog in de kast bij de verwarmingsdingen. Dat helpt ook altijd. En nu tijd voor thee en chillen. Modus. Chill modus. En op de bank met z'n allen. Heerlijk. Hey. Jola de geurtje. Daar waar Svensson de euro's daadwerkelijk. Elke keer gaat mijn buik helemaal heen en weer. Maar als ik het dan wil filmen, dan stopt het weer. Hier, hardware sleutel. Pas wanneer beide met hun sleutel de betaling hebben goedgekeurd. Ja. Worden deze geëncodeerd en doorgestuurd naar Zwift. Wow. 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 Good morning! Het is vandaag zondag. We beginnen de dag met een ciabatta. Appelbroodje. Ah, lekker. I know, ik zie er echt niet uit. Maar ik ben even lekker met de tuin bezig. Want het is gewoon lekker weer, jongens. Van gisteren. Ja, echt. Op het ijs staan met min. Wat was het? Min 5 of min 6? 6, 7. Naar 8, 9 graden. En dus kan ik iets doen wat ik eindelijk kan doen. En heel lang al wilde doen. En dat is de tuin. Ik wilde namelijk de vliering. Noem je dat vliering? Nee, niet de vliering. Dat is wat we op zolder hebben. De vlonder. Vlonder. Met mijn mooie laarzen, mooie outfit. Yeah. Vol aan de bak. Vol aan de bak. Ga weer even vol aan de bak. Het is maar goed dat ik Jola heb. Ja, bijna. Oh. Bijna. Oh. Ja, dank je. Ik heb net heerlijk gedoucht. Echt super lekker.
En nu blijf ik gewoon lekker in dit pak. We hadden eigenlijk nog een afspraak voor vandaag met vrienden die zouden komen eten. Maar dat gaat niet door, dus dat vind ik eigenlijk wel lekker. Want dan blijf ik gewoon lekker zonder make-up de hele dag in dit pak rondhangen. En dan ga ik even nu één videootje editen en dan... Nou, verder niks. Gewoon niks. Bart, je hebt de tuin nog helemaal niet bekeken. Oh my god. Oh. Wow. Wow, schuifjes. Nou, ja. Mama, de meeste. Heerlijk. Jij ook, hè? Een beetje, toch? Ja. Bart heeft gekookt vandaag. 4 personen patat. Jo, ik, Tisna en... De babbie, de babbie. De baby. We kijken even lekker naar Sof. Nou ja, jullie kijken naar Sof. Ja. Nee. Oké, ik dan alleen. We zijn nu nieuwe buren aan het kijken. We gaan echt van de ene serie in de andere serie. En van het ene slecht eten in het andere slecht eten. Want nu zit ik aan deze chocola. Maar deze is wel echt heel erg lekker, jongens. Want hij is koffie-cookie smaak. Koffie-cookie. Oh, hij is echt heel erg lekker. Hiermee steunen we duurzame cacao-teelt. Ha! Dus we zijn toch nog een beetje goed bezig. Ja. Thank you voor het kijken naar deze weekendvlog. Tot maandag weer in een nieuwe vlog met de nieuwe zwangerschapsupdate. En niet vergeet te abonneren, want dat is gratis hier. Dankjewel. Doei! Rock that joint.